Hier is altijd goed om collega-ondernemers tegen te komen. En vanavond is het de aanleiding geweest om ook nog een groot verhaal van Tom van het Hek te luisteren. Tom van het Hek, het gaat over communicatie in het bedrijfsleven. En had ook een aantal interessante quotes. Dus, dan probeert ze ook binnen de eigen organisatie weer die voordeel mee te doen. Ik denk met name in Limburg is toch de gunfactor een hele belangrijke factor. En op netwerken kreeg ze toch de kans om persoonlijk te vertellen hoe ze verstijs. En nu kreeg je die passie en die verhaal met. En dat bleek toch te blijven hangen. Heel vaak dat ze, niet meteen, maar het is geen verkooppraatje wat ze moest doen. Ik denk dat dat niet werkt. Maar heel vaak kreeg ze wel weken dan al. Als je eens een keer gaat invult van, die mevrouw heeft me toch nog even verteld. Ja, en dan denken ze toch aan als ze dat op een leuke manier hebben ze weten te vertellen. Ja, je wordt als sporter, oud-sporter, oud-sportcoach in mijn geval en ook wel volger van sport best vaak nog gevraagd om eens wat te komen vertellen over al die mooie begrippen van besluiten nemen, beslissen, coachen, leiding geven. Nou, ik probeer dat altijd op een redelijk relativerende wijze te doen. Voor mij is het een zoektocht, heb ik altijd gezegd, dat leiding geven, het zijn niet allemaal gouden wetten. Maar een paar dingen zijn wel heel belangrijk, dat is gewoon heel hard werken, heb ik proberen aan te tonen. Heel veel passie hebben voor datgene wat je doet en ook heel erg openstaan voor het feit dat de wereld enorm in verandering is, de mensen die je aanstuurt enorm in verandering zijn. En wat dat betreft gewoon ook met een hele open blik naar deze prachtige veranderende wereld kijken. En ervaring is mooi, zeg ik wel eens, maar het is vooral belangrijk wat je er mee doet in het leven en niet zozeer wat je allemaal gedaan hebt in het leven. Dus ik ben ook wel een fan van de nieuwe bondscoach die zegt, nou 101 in het land is mooi, maar de 101ste was belangrijker dan het feit dat je er 101 gespeeld hebt. Dus ook voortdurend wel blijven kijken naar het hier en nu en vooral ook een beetje naar morgen.